Welkom bij een nieuwe vlog. Super leuk dat je weer kijkt. Het is vandaag vrijdag en gisteren had ik best wel een leuke dag. Dat was voor dat tv-ding wat ik ging doen. Alleen ik mocht daar niks over vloggen of achter de schermen delen. Dus ja, dat is een beetje jammer. Maar soms zijn er gewoon dat soort afspraken en daarom vraag ik dat soort dingen ook altijd nog even na. En ja, helaas. Dus als ik wel iets mag zeggen en er iets op tv te zien is, dan vertel ik het jullie vanzelf. Dus de afgelopen dagen ben ik daar eigenlijk vooral mee bezig geweest met de voorbereidingen ook een beetje. En nu is even een dagje rust. Ik heb nog steeds geen kever. Die staat nog steeds in de garage. Ik ben eergisteren wezen kijken. En toen was er wel een nieuwe carburateur ingezet, wat super fijn was. Alle kleppen zijn gesteld, nou, heel veel onderhoud verricht, waar ik heel erg blij mee ben. Hij liep als een zonnetje. Alleen, ik wist al toen vanuit de keuring dat de rem aan één kant best wel vast zat, vast geroest. En nu bleek eigenlijk dat alle remschijven wel gewoon best wel roestig waren. Hij heeft namelijk echt heel lang stilgestaan in de auto. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet zo heel goed voor een auto. Dus er waren nieuwe remschijven besteld. Alleen dat bleek de verkeerde maat te zijn. Dus dat is het probleem waarom hij nu nog in de garage staat. Is dat te wachten tot de goede maat schijven er zijn. En verder was het ook best wel lastig met bijvoorbeeld de carburateur. Het exacte type voor mijn type kever is niet leverbaar. Want ze maken eens in de zoveel tijd in de fabriek een hele batch van die dingen. En ze gaan natuurlijk niet voor één carburateur dat die fabriek laten draaien. Dus als ik precies de juiste wilde hebben, moest ik echt best wel heel veel geduld hebben. Dus nu zit er een ander type in wat op een bepaalde manier weer aangepast kon worden in overleg met de fabrikant. Waardoor het ook in mijn kever goed zou werken. Nou, dat is fijn. Dus daar ben ik blij mee dat het zo opgelost kon worden. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de tankflotter. Die doet het niet zo goed. Dat is ook echt zo'n onderdeel wat snel ja, gewoon stuk gaat of storing heeft. Alleen die worden pas weer ergens tussen november en februari gemaakt door de fabriek. Dus daar, ja, dat is natuurlijk geen echt belangrijk onderdeel. Dus daar doe ik het nu wel even zonder mee. Die hebben we gewoon in bestelling staan. Ja, voor wanneer die er is. Dus dat was de update. Ik hoop, ik had gezegd, het moet vast wel voor het weekend lukken. En toen zei Mark, dus van de garage, ja, tuurlijk, dat komt goed. Maar ja, het is nu wel al vrijdag en het is al 10:30. Ik heb nog niks gehoord. Maar goed, ik krijg de hele tijd de neiging om te gaan bellen. Maar ik zal een beetje afwachten, anders kom ik zo ongeduldig, hysterisch over. Ik weet dat ze hun best doen. Ik vrees wel een beetje voor de rekening. Mark had dus gezegd, mag ik alles doen? En toen had Sikko, die stond er, ik zat een beetje, en toen stond Sikko ernaast en zei, doe maar alles, komt goed. Dus hij was nu heel blij van, het goed dat jullie zo zijn, dat we alles mochten doen. Want zo kan ik hem echt weer helemaal goed maken. Weet je wel, dit soort auto's hebben gewoon wel onderhoud nodig. Toen ik hoorde wat hij er allemaal aan gedaan had en hoeveel uur hij er al in had gestoken, dacht ik wel even, god, nou, ik moet echt overwegen om een nier te gaan verkopen of zo straks. Dus nou ja, aan de andere kant, ik wist oldtimer hebben kost gewoon geld en ik wil er ook goed voor zorgen. Dus nou ja, het is niet anders. Dat was de update, ik hou jullie op de hoogte. Oké, als er iets is wat ik niet moest kopen, was het kleding. En ja, I did it. Ik heb weer kleding gekocht. Maar dit pak vind ik zo ontzettend leuk. Ja, dat ik dus nu deze toch heb gekocht. En ja, dat komt met name omdat hij in de aanbieding was. Toen dacht ik, ja, nu moet ik toeslaan, want ik vind het al heel lang leuk. Ik ben nog heel even aan het uitvinden of die maat nou goed is en of het nou goed zit. Want ik heb het idee dat bij mijn kruis een beetje raar zit, omdat het eigenlijk te groot is. Maar ja, dat is dus altijd het gedoe. Ik heb gewoon, dit is een maat 34, ja, en het valt dan een beetje groot en dan is het al snel te wijd. Ik heb die top, die hadden ze niet in een 34, heb ik een 36 van aan. Maar ik zag dat iemand op Vinted er nog eentje in een 34 aanbood, nieuw met kaartje en ook goedkoper dan deze. Dus misschien dat ik deze terugstuur naar de Zalando waar ik die heb besteld en dan dus een die bij Vinted kopen, dat meisje. Maar goed, ik moet eens heel even kijken of ik dit ga houden. Ja, het is wel ontzettend tof, zo'n heel pak. Toch? Dus ja, ik weet niet wat Sik hiervan gaat zeggen. Als hij thuis komt en ik weer kleding heb gekocht. Terwijl ik er natuurlijk helemaal geen budget voor heb eigenlijk. Goed, het is toch een heel leuk pak. Dit moest ik toch hebben.
Yes, kever is klaar. Ik ga hem ophalen. Ze hadden nog geen tijd gehad om de factuur te maken, want het is hartstikke druk. Maar ik ga hem alvast ophalen en ik betaal de factuur gewoon als ze daar klaar mee zijn. Dus ze hadden nog geen idee wat dat ging kosten. Maar ik ga hem vast halen. Ik ben super blij. Oh ja, en die outfit, ik ga het terugsturen. Ik heb mijn vriendin Zoe mee laten kijken. Die is altijd lekker kritisch. En die is van huis uit ook fashion designer en weet ik wat allemaal. Dus die heeft er verstand van. Die zei, nee, het is niet goed genaaid in dat kruis, want de stof is niet gespiegeld en daardoor ziet het er gek uit in dat kruis en het is niet mooi, je moet het niet doen. Dus ze heeft helemaal gelijk, ik ga het gewoon lekker terugsturen. Het zijn hartstikke dure pakken, zonde van het geld als het niet helemaal perfect zit. Ik vind wel een ander leuk pak. Ze zei, anders zoek je een keer leuke stof, dan maken we samen een leuk pak. Nou, ook hartstikke leuk. Oké, ik ga naar de kever. Oh, batterij is leeg. Ik pak even een andere batterij. Yes, ik heb de kever opgehaald. Of tenminste, ik ga hem nu ophalen. Ik sta voor de deur nog bij de garage. Maar hij is klaar, dus heel gelukkig. Ik heb hem net al even gestart. Hij start als een zonnetje, hij loopt lekker. Dus ik ga even lekker naar huis rijden. Nou, ik heb de kever opgehaald en de kever rijdt echt bizar goed. Hij rijdt totaal anders dan voorheen. Ik heb echt een hele nieuwe wagen. Hij gaat namelijk echt een stuk harder. En nu is Sikko erin aan het rijden om het ook even te ervaren. En hoe gaat hij? Ah, hij gaat als een malle. Hij gaat goed, hè? Ja, hij rijdt ook lekker, toch? Ik dacht even zijn één. Ja, nou, hij vond beter dan het was. Ja, hij remde heel zwaar. Ik vind dat hij minder zwaar remt. Ja, kijk. Met de nieuwe remschijven. Ja, daar gaan we weer hoor. Niet te hard. Rembekrachtiging, zal ik maar zeggen. Maar... ik had hem al zo wat in een Porsche Cayenne geparkeerd omdat ik zo hard optrok. Echt, oeh. Is dat lekker, hè? Ja, ik ga niet rijden in het dorp. Het is hier 50. Maar jij weet ja, mensen rijden echt als ja, maar je woont zelf in het dorp. Ja, weet ik. Het zijn vaak de mensen die hier gewoon wonen en die kinderen hebben die dan zelf als een gek door dat dorp heen rijden. Nee. Ga lekker tuffen. Even een rondje. Ja. Het is weer tijd om te gaan kringlopen. Ik zag in de kringloop-app, die ik vanochtend even opende om te denken waar zal ik vandaag heen, dat er in Purmerland een nieuwe kringloop zit. Of met een nieuwe locatie. Ik weet het niet, maar ik ken deze nog niet. En ik zag op de site dat ze vintage, brokante, kringloop, van alles wat hebben. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga erheen rijden. Ik hoop dat ik daar mag filmen. En ik ben ook nog nooit in Purmerland geweest. Dus ik ben heel benieuwd waar ik nu uit ga komen. Ik ga de kever meenemen. Die doet het inmiddels weer goed. Nadat er van de week weer klein issue was. De stelschroef uit mijn carburateur was eruit gevallen. Dat was niet handig. Die lag... thank god, nog in mijn motor gewoon zo voor het grijpen. Ik stond heel toevallig bij de garage voor iets anders. En zei, goh, ik weet niet helemaal, zou je toch even naar die motor willen kijken? Ik voel hem niet helemaal met die motor. Hij keek en zei, oh, die schroef, dat hoort erop, weet je wel. Hou hem vast, bewaak hem met je leven. Dus ook het veertje wat eraan zat, zat er nog gewoon aan. Ik ga hem er meteen weer inzetten, zei Mark. Dus hij zit er weer in. Ik heb overigens nog steeds geen rekening van de andere reparaties. Dus het is nog even uitstel van executie. Maar goed, ik ben benieuwd naar deze kringloop. Ik ga het jullie laten zien, hoop ik.
gaat goed. Ik heb ze al één voor één weggehaald en gekeken. Thanks. I was a fool to let you down. Ik ben bij Cook's Place, en dat is van Iwan, en die is hier. En ik heb heleboel leuke dingen gescoord. Het is echt een hele leuke kringloopwinkel, maar ja, ook weer een beetje vintage doe je, hè? Vintage, antieke rariteiten, die bus. Ja, ja, die bus is ook enig. Dus kom een keer kijken, zou ik zeggen. Kom een keer kijken, in Purmerland zijn we, en je bent open. Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 3 en zaterdag van 10 tot 5. Oh. Jullie horen het, superleuk. Echt een aanrader om een keer te kijken. En nou, jullie zien de rest in de vlog. En dan laat ik even zien wat ik ook gekocht heb hier. Chasing love can drive you mad and make you feel real good, make you feel so sad. Oh, 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 chasing love. Make you act just like a fool. You can hardly speak when she smiles at you. Oh, 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 chasing love. Lonely heart, what can you do? When the one you want don't want you, chasing love make you blue when it don't work out like you want it to. Oh, 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 chasing love. Dit meen je niet. Charlie. Kom op, we zijn bijna thuis. Eens opstaan. Hé, hey, kom. Hup. Opstaan. Opstaan. Hé. Hey. Kom. Charles, kom. Ga eens lopen. Hup. Ja. Kom maar, daar gaan we weer. Klein stukje nog. Ik heb ook geen zin meer. We zijn er bijna, kom op. Thuis kunnen we liggen. Oké. Ik heb het bloed heet van het naar binnen sjouwen van die zuil. Zoals je misschien net al zag.
Dit is een marmeren plantenzuil. Ik kan hem amper verplaatsen. Maar goed, neem van mij aan. Het is een marmeren plantenzuil. En er zit ook licht in. Dus er gaan twee van die kleine lampjes in. En we hebben hem uitgetest in de winkel. En hij doet het. Dus daar ben ik heel blij mee. Hij was 20 euro. Dus dat is een leuke prijs. Ik heb nog meer gekocht. Ik zal het even laten zien meteen. Allereerst. Uiteraard een LP. Charles Aznavour. Le Grand Succes. Nou, daar staan veel van mijn favorieten op. Die ik ook eigenlijk gewoon op een andere LP heb, denk ik me nu. Maar goed, dit is wel even een fijne, ja, fijne selectie van liedjes die ik heel erg leuk vind. Dus ja, die was een euro volgens mij. Alle platen waren een euro. Dan heb ik een hele leuke set met kopjes. Kijk, wow, dit is wel heel veel zon. Even kijken hoor. Kijk hoe enig dit is. Een soort van parelmoer. In een soort, ja, zalmroze-oranje-achtige tint. En dit is een setje van 3. En die zijn 3 voor 4 euro. Nou moet ik zeggen dat ik in totaal 30 euro heb betaald. Dus ik weet niet helemaal of al die prijzen zijn. Als je wat meer meeneemt, dan maak ik een prijs. Dus nou ja, ik denk dat het ongeveer klopt. Ik had deze bloempot nog. Altijd een bloempot. Ik vond hem mooi. Met wat bruin. En een beetje dat patroon erin. Handig formaatje om te hebben. Dus die had ik. Nou ja, die heb ik gratis gekregen. Ik weet niet, die moest hij namelijk nog prijzen. Die was achter nog. En toen zei hij, oh neem maar mee. Dus dat is hartstikke lief. En dan heb ik nog glazen. En dat is een setje van deze leuke glazen. Die zie je wel vaker in de kringloop. Als je een vervente kringloper bent, dan ken je deze wel, denk ik. Ik vind dit altijd hele leuke glazen. En ze hadden een setje van 4 staan. Dus die heb ik ook meegenomen. En die zijn 5 euro voor de set van 4. Dus 5-4 die in die plaat. Ja, precies. Dus 30 euro in die pot heb ik dan gratis. Nou, dus dat. Vond het een leuke kringloop. Niet al te groot, maar wel echt leuke dingen. Ik zag ook echt leuke lampen nog. Niet dat ik die ergens kwijt kan, maar die waren heel erg leuk. En ik vond dus die rotan stoelen, die je ook zag, heel leuk. In de winkel kon ik helaas niet vloggen in de zin van praten, want er stond echt keiharde muziek op. En dan krijg ik problemen met copyright op YouTube. Dus ik heb uiteindelijk met die man buiten even dus nog een gesprekje gevoerd voor de vlog. En verder heb ik gewoon alleen wat sfeerbeelden, zoals je hebt gezien. Ja, ik vond het een aanrader en ze hebben geregeld nieuwe dingen vertellen. Die ze woningontruimingen, kopen dingen op, nou van alles en nog wat. Dus ja, ik hou ervan. Oké, gisteravond hebben Sik en ik dus nog geprobeerd om die zuil in elkaar te zetten. Maar er zit dus een schroefdraad in en dat gaat naar de onderkant onder die poot. En daar zit een gat en daar kunnen we met de gereedschapjes die wij hebben net niet goed bij. Er is niks wat echt goed past op dat boutje wat erin moet. Dus ik moet eigenlijk even naar de bouwmarkt om een gereedschapje te halen waarmee ik het goed kan aandraaien. Want nu is die dus gammel. Dus ik durf hem nu niet te gebruiken en niet die bovenkant erop te doen. Want ik ben bang dat, nou ja, als de katten of zo er misschien een keer tegenaan lopen in een gek moment, dat die dan omgestoten wordt. Dus dat gaat nog volgen. Lampjes zitten er wel in, dus hij doet het wel volgens mij. Ook dat heb ik nog niet geprobeerd, want het snoer is vrij kort. En dan moet hij dus eerst op zijn plek staan bij een stopcontact. Maar in de winkel leek hij het gewoon te doen. Daar hebben we het wel getest. Voor nu ga ik de vlog dus even afsluiten. Als hij op zijn plek staat volgende keer, tenminste dat hoop ik dan, dan ga ik het even laten zien. We hebben een leuk weekend voor de boeg. We gaan van alles en nog wat doen. Zondag gaan we naar een leuk optreden in het Vondelpark. Dus ik ga jullie meenemen daarnaar in de volgende vlog. En voor nu laat ik het hierbij. Dankjewel voor het kijken weer. En heel graag tot de volgende. Doeg! Oh, 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 she's in love.